Nauwkeurig. Ja. Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. En het is vandaag woensdag 10 maart 2021. Zoals je ziet is het al in de middag. Het loopt nu rond 2:15. Ro heb ik al aan de telefoon. We gaan zijn hondjes uitlaten. En voor de rest wens ik jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hey. Koekoedekoek. Koekoek. Koekoedekoek. Je kent niet zo ver, hè? Dat weet je. Kijk, tot hier. Hier heb ik dat ding. Hij is helemaal uit. Oh, kijk. Er gaat iemand weer liggen, hoor. Wow, dit gaat wel heel snel. Lady, kom, voor. Lady, naar binnen, kom. Lady, kom. Ga mee, naar binnen. Kom. Lady, toe, naar binnen. Goed zo, Loffie. Lof, jij eerst. Ja, goed zo. Keurig. Ja. Nou, ik zit dus nu even lekker op mijn bureaustoel bij de pc. Waar anders op dit moment, hè? Ja, waar anders. Maar Ro is even hier op bed. We zijn even hier druk bezig geweest. Lady zit daar. Speedy ligt hier. Beauty ligt hier. En Lovely ligt op de bank hier. Ja, wat draak is, ik weet het niet. Maar het is wel heel veel momenteel vlogs vanuit huis. Maar ja, wat wil je ook? Weet je, je kan geen kant op. En Ro werkt zich wel uit de naad. Die heeft gewoon in principe werk. Ik zal hem even ergens anders op neerzetten. Ik hoop dat het niet al te veel. Kijk, zo. Ik heb gewoon handen vrij. Ja, wat ik net al zei. Ro en Ro die heeft gewoon werk. En en ik heb ook wel mijn uitkering. Maar ik heb zoveel schuld dat ik die moet aflossen. En dat ik gewoon weinig te besteden heb, helaas. Dus dat is, er komt even op Ro zijn bordje neer. En ja, weet je. We hebben ook gewoon even weinig geld om een hele dag erop uit te gaan. Om de auto vol te tanken en zoiets van zoek het uit. Leuke beelden voor jullie maken. Dat zit er nu ook even er niet in. Het is gewoon even roeien met de riemen die je hebt. En als het weer mooi weer is en mooi weer wordt, ga ik weer lekker met Lady lopen. En ik heb weer leuke dingen in de planning voor een paasevent sowieso. Die komt eraan via YouTube Go. Ben je daar nog niet geabonneerd, zou dat zeker doen. Ook al wil je zelf ook vlogs gaan maken, ik zou zeggen abonneer gewoon. Dat is een leuke groep op Facebook en op YouTube. En het wordt gewoon alleen maar gezelliger. En wat kan ik nog meer vertellen? ja, ik zie de lady kijken, dat is leuk. Maar ja, het is gewoon even niet anders. Ik ben liever eerlijk naar jullie. Ik verdien nog helemaal niks via YouTube. Helemaal niks. Ik ben niet zoals Gio of Enzo of Shahid of de Bellinga's. Ik volg ze wel, maar zo groot ben ik niet. En misschien wordt het ooit wel. Ik durf het niet te vertellen. Ik durf het niet te zeggen. Het is gewoon roeien met de riemen die ik nu heb. Weinig te besteden. Schulden tot aan yesterday. Ik zal even een klein voorbeeld geven. Ik zal even papier erbij pakken.
Ik heb dan nu ongeveer 120 hier nog qua bijschuld. 995 hier schuld. Dus ja, noem het maar even op. Het wordt alleen maar meer en meer en meer. Moet ik er ook nog een hele hoop afbetalen. Want die heeft een hele hoop voor mij voorgeschoten. Zoals voor en van het CBR. Ook bijna 300 euro. Wat ik anders niet had. Ik heb zelf vorig jaar bijna dik 500 euro aan tandartskosten betaald. Want mijn tanden waren gewoon niet netjes meer. Heb ik zelf ook betaald. Gelukkig had ik een buffer op mijn spaarrekening. Nu moet ik naar de kapper. Nou, ik zal mijn haar even loshalen. Ik had het tegen iemand erover. Nou ja, hier, het zit niet lekker zoals het behoort. Dus ja, kijk hier. Het is allemaal dode puntjes. Ik heb het juist naar achteren. Omdat het gewoon niet zit. Het zit gewoon niet. Het jeukt aan alle kanten omdat het gewoon dood is. En als je het zo goed ziet, nou ja, het is gewoon, ja, pluizig. Het is niet mooi. Gisteren heb ik dan wel gedoucht, onder de douche geweest. Maar het is gewoon weer zo vet als een granaal, om het zo maar te zeggen. Ja, weet je, ik wil heel graag autorijles doen. Maar dat kost me wel per keer 70 euro. Dat heb ik nu dus niet. Ja, en zo zijn er nog wel meerdere mensen onder mij. Dus ik ga sowieso vrijdag kijken voor wat ik kan regelen voor voedselbank. Dat is zodat ik wel een beetje rust heb. Misschien dat ik een samenwerking met hun aan kan gaan. Of wat dan ook. Dus ja, aangifte moet gedaan worden. Kwaadschelding voor de hond. Dus ja, voor de honden, hond. Dus ja. Het is niet echt dat je zegt van yes, het is weer een goed jaar. Nee, ik begin niet echt lekker. Met een depressie en mijn moeder die zit dan tegen een burn-out aan. Nou ja, ik hoop dat het daarbij blijft en dat het niet doorslaat naar een depressiviteit. Want depressiviteit, daar kan je heel moeilijk uitkomen. Ik zit er nog wel in, maar ik hou me wel, want er staat, want dat gaat sterk. Ik weet dat er een virus is, maar zoals jullie weten draag ik nergens een mondkapje. Want zelf word ik daar, ja, om dat te zeggen, krijg ik een soort van angstaanval. Dus ik heb daar ook mijn papieren voor, dat ik het niet hoef. Van mijn begeleiding. Dus maar 1,5 meter hou ik. Tot zover. Zoals bij mijn eigen man hou ik dat niet. Bij mijn eigen moeder hou ik het niet. Bij mijn buurvrouw hou ik het weer wel. Bij mijn buurman, waar ik goed mee overweg ga, doe ik het niet. Want die geeft gewoon een knuffel. Want dat heb ik nodig. Tot mijn begeleiders hou ik dat ook niet. Hou ik ook geen 1,5 meter. Want het kan gewoon soms niet. Vooral als je hier bij me zit, bij mijn bureau, gaat het gewoon niet. Nee. Ik slaap ook momenteel niet lekker. Dan kan ik wel wijntje gaan kopen, maar dat werkt niet. Medicijnen, dat is gewoon ook een uitweg. Werkt ook niet altijd. Kom maar, kom eens hier. Ik heb dus heel raar gedroomd over Ro. Dat Ro dus met Beauty, haar zus, en met een andere hond weer thuis kwam. Dus niet deze mooie lieve schat. En dat andere hond, dat was een kruising tussen een Podenco, weet ik veel, en met nog iets. Met wel ongeveer dezelfde kleuren als haar. Maar geen streepje hier. En daar had ik ruzie over met Ro in mijn droom. Van joh, maar dit is Lovely niet. Ja, dat is Lovely wel. Nee, dat is Lovely niet. En dan ook nog een gat in haar hoofd. En nou ja, die heb ik dan wel verzorgd en heb ik gewoon de dierenambulance gebeld, zo en zo is het geval. En nou ja, ga zo maar door. Maar goed, al goed. Kwam het toch weer goed in mijn droom, maar het is niet fijn. Nee, zou ik dat eens zeggen. Hè? Lekker, knuffel met mij. Dankjewel. Nee, kom hier.
Lekker even knuffelen, hè, met mij, ja. Mijn meisje, hè. Nee, je bent lief, wist je dat? Nee, je bent lief. Ja, je bent heel lief. Moest jij zo grappig doen dan? Moest jij zo grappig doen dan? Kus. Nee? Ga je weg. Ga je weg? Ga je weg. Ja, die gaat dus weer weg. Nee, maar dus wat ik al zei. Ja, het is gewoon even roeien met de riemen die ik heb. Jullie moeten het maar even doen met het wandel- en thuisvlogs en het bakken. En mocht u nog andere tips hebben, kijk, ik ben niet zo van het bouwen, een vliegtuig bouwen. Maar als jullie trucjes of tips willen hebben, daar ben ik ook voor. Dus ik zou zeggen, kom met ideeën, want ik ben een beetje ideeloos. Dus het zou wel heel fijn zijn als je dus een idee hebt. Dus ik laat me graag verrassen door jullie. Dus ik zou zeggen, kom maar met al die leuke ideeën. Top. Nou, hier zie je dus lekker Speedo liggen. Hé, kerel. Ben je lief? De waakhond ook, hè? Er is toch niks aan de hand, of wel? Hé. Hey. Hi. Mevrouw waakhond 1. Mevrouw waakhond 2. Eigenlijk mevrouw waakhond 3. Hé, hey, waakhond 1. Hi. Dit is waakhond 2 en dit is waakhond 3. Hé. Hey. Nee, niet. Echt niet. En dan hebben we hier de kavia's. Moet ook weer eventjes even schoond worden, schatje. Ga je lekker erbij liggen? Ik voel een staat tussen mijn benen wiebelen. Wat is er dan, Loffie? Wat is er dan? Is dat zo leuk? lekker ding. Hé, hey, ga je weer mee? Ga je er weer laag? Goed, zo schatje. Hier lig jij, draak. Oh ja, nou kom op de bank, kom. Hij leed. Nee, ook nou niet. Is goed. Ja, ik ga deze vlog gewoon weer gezellig afsluiten samen met deze lieve schatje. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan, want blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tut op je stuut. En tot morgen. Doei doei!